De gemeente Menterwolde werd op zondagochtend 5 april in een tijdsbestek van 3 kwartier opgeschrikt door 4 branden. In het kader van het onderzoek zijn de afgelopen weken in ieder geval 4 jongeren uit Zuidbroek opgepakt. Zo werden er afgelopen maandag nog 2 jongens van 18 en 20 jaar in alle vroegte van hun bed gelicht. Deze jongens zijn opgehaald omdat zij ervan worden verdacht betrokken te zijn bij een brand aan de Spoorstraat in Zuidbroek in 2008. Ze hebben daar ook een bekentenis in afgelegd dat zij daar ook betrokken bij zijn geweest. En in die zaak hebben we ze ook gevraagd of zij misschien meer informatie hebben over de branden die in april hebben plaatsgevonden, ook in hun woonplaats. Sterker nog, de politie zou de 2 zelfs verantwoordelijk houden voor de branden. Zo blijkt uit gesprekken met beide jongens. De recherche zou tijdens de verhoren hebben laten weten dat ze over foto- en videomateriaal beschikt, gemaakt op de ochtend van de branden. Daarop zouden de 2 te zien zijn. Bovendien zouden ze voorafgaande aan de branden regelmatig in de omgeving zijn gesignaleerd. Maar kennelijk is het bewijs onvoldoende, want beide jongens zijn inmiddels weer op vrije voeten. En dus is de politie nog steeds op zoek naar getuigen. Ik ben ervan overtuigd dat er mensen zijn die meer informatie hierover hebben. En als deze mensen zich nog niet hebben gemeld bij de politie, verzoeken ze dat toch zeker te doen. 2 van de jongens die tot nu toe zijn gehoord hebben een advocaat in de arm genomen. Ze hebben naar eigen zeggen verklaringen ondertekend die onder druk van de politie tot stand zijn gekomen. Zo zouden ze een aantal vernielingen hebben bekend die ze niet hebben gepleegd.